Roos Braben vergelijkt Maximaal Verstappen na zijn soevereine overwinning in Mexico met legende Michael Schumacher. De sportief directeur van de Formule 1 is onder de indruk van de manier waarop de Nederlander zondag de Grand Prix van Mexico won. We zagen de jonge Maximaal Verstappen, die inmiddels heeft bewezen een ster in deze sport te zijn, een fantastische prestatie neerzetten. Het deed me denken aan de dominante races van Michael Schumacher. Al Dus de 62-jarige Brit in de nieuwsbrief die hij na elk Grand Prix weekend schrijft. De 48-jarige Schumacher werd in zijn carrière 7 wereldkampioen en won 91 Grand Prix. De Duitser lag lange tijd in coma na een zwaarske jongeluk in december 2013, waar hij nog altijd niet van hersteld is. Schumacher won in 1992 op 23-jarige leeftijd op Spa-Francorchamps zijn eerste race. Verstappen staat na zegers in Spanje, Maleisië en Mexico op drie overwinningen. Verstappen is nog maar net 20 jaar. Maar hij is als coureur op zeer hoog tempo volwassen aan het worden. Zaterdag leek hij zijn eerste polepositie om te pakken. Zondag liet Maximaal zijn rivalen weer zien met hoeveel overtuiging hij kan racen. Aldus Bruin, na een sterke aanval in de eerste twee bochten kon hij de wedstrijd controleren. Het gemak waarmee hij eindeloos sneller onder bleef rijden zal niet alleen hem. Maar ook het team versteld hebben doen staan. Verstappen tekende onlangs bij tot eind 2020 bij Oostenrijks team. Braun vindt de prestatie van Verstappen extra knap omdat er een week eerder bij de Grand Prix van de Verenigde Staten veel commotie was over de straf die de coureur kreeg bij een inhalactie ten opzichte van Kimi Rakenen. Dat kostte Verstappen een podiumplek, het leek hem weinig te deren. Zoals dat gaat bij jonge mensen. Stelt Braun, het is een feit dat hij kon vertrouwen op de auto van Red Bull. Ze zijn erg competitief geworden en dat heeft hem enorm geholpen, Verstappen. Die eerder dit seizoen veel tegenslag kende vanwege technische problemen. Verlengde zijn contract bij Red Bull eerder deze maand tot eind 2020. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo ligt vooralsnog tot en met 2018 vast bij het Oostenrijkse team. Er staan dit seizoen nog twee races op het programma in Brazilië, 12 november en Abu Dhabi, 26 november.